Podcasting Gate 15 stelt voor. Antwerpse Clippers, live on stage in de studio. Naast mij zit Frankie van Skinny Dynamite, een zeer, zeer elektronische groep. Maar hij komt hier vandaag akoestisch spelen in onze knallenvan, in onze mobiele studio, op en rond Gate 15. Welkom, Frankie. Goedemorgen. Goedemorgen, Frankie. Zei hij om 11:30. Ja. Heb jij al ontbeten? Nee. Heb jij ochtendrituelen? Nee. Oké, dus dan kunnen we die ook niet verstoord hebben. Nee. Oké. Slapen. Slapen. Zoals echte rock'n'rollsterren. Ja, echte rock'n'rollsterren. Die slapen 's ochtends en die drinken sloten koffie. En die staan op samen met Claude Marinauer. Ja. Toch? Oké. Inderdaad. Oké, Frankie, je komt bij ons in een akoestische nummer spelen, een akoestische versie spelen van een nieuw nummer, nieuw werk. Dit werk staat op onze recent opgenomen demo's. Ja, en wie kan jouw demo's beluisteren, buiten jezelf? Alleen ikzelf. Oké, spannend. Tot 12 oktober, dan is het klaar. Oké, en dat wil zeggen dat jullie ook gaan releasen? Dat weet ik nog niet 100%. Ik kan eerst zien wat de reactie is. Als de reactie lauw is, ja, waarom gaan we dan releasen? Is het dan jouw eigen reactie die je afwacht of de reactie van de mensen in jouw omgeving? Mensen in en uit de omgeving. Okay, totaal dus onbekenden zijn eigenlijk relevanter. Ja. Oké. Die dus willen nu niet comforten van, oh maar ja, dat is cool, maar eigenlijk kan je die helemaal niet doen. Ik voel een uitnodiging aankomen. Ik denk dat ik nog vrij ben 12 oktober. Jij, Jonas? Ik ben uiterst vrij. Voor dit soort zaken altijd. Ja, voor dit soort zaken is Jonas vrij. Maar vraag hem niet om verslag uit te brengen van een vernissage op een zondag, want dan past die jongen, hè? Ja, als het een gratis drankje is op een zondag, Matthias, mag je mij altijd bellen. Maar, Skinny Dynamite klinkt heel skinny, klinkt ook heel explosief. Waarom moeten mensen denken als zij jouw platen zien liggen tussen de andere platen in de recordstore? Ja, dat kan ook niet het geval zijn, omdat het demos zijn. Ja. Maar aan wat moeten ze denken als in, wat is het, aan wat lijkt het of zo? Ja. Ik zou zeggen, misschien zo dit doet Mac on Acid of zo. Een beetje elektronischer, iets dansbaarder. Wat ik nu ga brengen is eigenlijk een ballad. Het enigste ballad ook dat we hebben. Heb je een ballad, draag je meestal op aan iemand? Is deze ballad opgedragen aan iemand speciaal? Deze ballad is opgedragen aan het, de onkunde met het leven in de stad. Hoe? Onkunde aan het leven in de stad is inderdaad niet bedoeld voor onze studenten, want onze studenten waar we trots op zijn, die kunnen daar heel goed mee om, leven in de stad. Frankie, niet verschieten. Wij hebben voor alles jingles, dus ook voor jou. We gaan jingle. hier, live voor alle studenten waar we trots op zijn, bij Gate 15, speelt Frankie een ballad voor iedereen die in de stad leeft. En of ze er nu mee om kunnen of niet, maakt niet uit. Ja, en hij is ondertussen al aan het soundchecken. Live bij Gate 15. Here we go. Broadcasting Gate 15 stelt voor. Antwerpse Clippers, live on stage in de studio. Feeling like you do, I know you know, I know it's due, pretty soon. I've been spinning through this room, and can't connect with all the things around my head. So she said, hey, it's okay to feel like you do, and hey, it's not you. It's no world around that's strange. And hey, it's okay to act just like you feel. And hey, it's okay to just long for something true, 'cause I do. But I don't know if it's you.
Ooh, just long for something true, don't you? But I don't know if it's you. From the surface where we see puzzle pieces start to drift amiss, advertising in and out, watching how it all collides in time. Feeling like I do, the words may sound, but I'm just trying to play it cool. I know you know I do, keep hiding things inside my mind from you. So I'll just light a cigarette and fake to forget the spiders going in my head. But when I move across the fume, all I really do is get more and more confused. So she said, hey, is it okay to feel the way I do? Hey, is it me? Or just the world around that strain? And hey, is it okay? To just long for something true, as I do. But I don't know if it's you. I just long for something true, don't you? But I don't know if it's you. Woo! Broadcasting Gate 15 stelt voor Antwerpse Clippers live on stage in de studio. Ja, dat was weer een heel fijne ballet. Super, super goed gebracht. Hoe kunnen wij jou bedanken? Mochten wij een kusje geven. Oh, dit wordt een intiem moment. Ma. Super, maar zo schoon. Maar je hebt ook gewonnen. Ik heb gewonnen! Oh. Gate 15 stuurt je op 28 december naar een exclusieve showcase van Felix Pallas. Nee, bedankt. Iedereen is een winnaar. Felix Pallas in Tamar. Jij ook. In het kader van Sounds Like Gate 15. Proficiat, Frankie. Ik mocht ook een nummer aanvragen, hè? Oh, dat is juist, dat is juist. Welk nummer zou je willen? Ik zou graag Inspiration Information van Shaggy Otis aanvragen. Oké, okay, komt eraan. Zet hem in de playlist. We brengen Saban op de hoogte. En dat wordt allemaal voor jou geregeld. Bedankt. Dank u.